Gemeenten die burgers bespieden, telefoons die worden afgeluisterd en politieke partijen die propaganda gebruiken. Volgens politicoloog en historicus Koen de Jong is dit schrikbeeld dat de Britse schrijver George Orwell in 1949 al in zijn boek 1984 beschreef, inmiddels werkelijkheid geworden. Koen de Jong, welkom. Dank je. 1984, eventjes voor de mensen die het niet hebben gelezen, die het niet op hun lijst hadden staan. Het gaat over een samenleving waarin onvrijheid heerst. Klopt. 1984 is het boek over een onvrije samenleving. Hè? En George Orwell schreef het als een waarschuwing om te zeggen, pas op, wij moeten niet als westerse wereld deze kant op gaan. Hè? Toen Orwell schreef bestond de Sovjet-Unie waarin dat soort dingen werkelijkheid waren. En wat ik in mijn boek probeer te laten zien is dat heel veel zaken waar Orwell voor waarschuwde, zoals censuur, noodwetten, een soort gedachtenpolitie, dwang om bepaalde meningen te hebben, dat die enigszins lijken te bestaan al. Hè? En dat zijn allemaal nog maar trends en beginnetjes. En we moeten heel goed opletten dat dat niet meer wordt en dat dat niet de verkeerde kant op gaat. Want wat triggerde jou om die twee werelden naast elkaar te leggen? Nou, ten eerste omdat het een geweldig boek is, wat ik iedereen kan aanraden. Ten tweede omdat we bijvoorbeeld zagen al vanaf 2016 dat de Europese Commissie, regeringen, waaronder de Duitse, maar ook de Nederlandse, samen met Google en Facebook, die beide eigenlijk bijna alle sociale media in handen hebben, gingen kijken, nou, wij gaan bepalen wat er wel en niet op die platforms mag staan. En dan zelfs boetes en straf op gingen zetten als daar de verkeerde dingen tussen aanhalingstekens. Dat had allemaal te maken met dat Trump had gewonnen en dat Brexit plaatsvond. En het is fundamenteel onjuist, vind ik, dat je gaat zeggen als regeringen tegen dan die platforms, jullie moeten dingen eraf gooien waar wij het niet mee eens zijn. In de coronacrisis zagen we dat er werd gezegd door Susan Wojcicki, de CEO van YouTube, alles moet voldoen aan wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt. Nou, we hebben het afgelopen jaar gezien dat de Wereldgezondheidsorganisatie het ook niet weet. En wat treft de journalist die haar interviewde van CNN, die vond het prachtig. Dus het is een apart dat media plus overheden plus grote techbedrijven die monopolisten dreigen te worden ons gaan vertellen hoe het zit. Want dat kan helemaal niet. En dan krijg je bijna het ministerie van waarheid van George Orwell. Maar ben jij echt met 1984 gaan zitten en gaan turven? Klopt niet. En uiteindelijk sloegen de meter door naar het aantal feiten dat klopt. Ik ben de thematiek uit Orwell's boek gaan bekijken. En het is heel veelzijdig. Ook met noodwetgeving, met dwang, met de cultuur, met ideologie, met het aansturen van eigenlijk alles wat burgers moeten doen. Natuurlijk is het niet hetzelfde. Hè. Ik zeg wel eens, we zijn een vrije samenleving waar op papier alles klopt, maar waar een aantal onvrijheden in dreigen te kruipen. En die hebben vooral de vorm van dwang, van mensen een bepaalde kant uitduwen. Er is natuurlijk formeel heel weinig verboden. Maar als het consequenties heeft dat je bepaalde meningen of gedachten uitspreekt, dan wordt het toch wel vervelend. Nou, dan krijg je namelijk zelfcensuur. En jij zegt dus eigenlijk, door corona hebben we kunnen zien dat die onvrijheden zijn afgenomen. De vrijheden zijn afgenomen. De onvrijheden zijn toegenomen. De autoritaire trekjes. Bijvoorbeeld als Rob Jetten zegt, wij moeten als parlement gewoon achter de leider gaan staan, Mark Rutte in dit geval. En als mensen, als Ronald Plasterk signaleert in de Telegraaf dat een groot deel van de media in de coronacrisis als een Tweede Rijksvoorlichtingsdienst functioneerde, zijn dat wel duidelijke signalen. Heel veel noodwetten en ook de avondklok zijn er gewoon doorheen gejast zonder dat er echte discussie over was. En heel veel van de noodmaatregelen zijn ook verlengbaar en eindeloos oprekbaar. En dat zijn allemaal van die kleine signaaltjes. Daar moeten we echt op letten. En we vergeten niet dat het AD op een gegeven moment schreef, midden in de coronacrisis, dat Mark Rutte was opgestaan als hoeder der natie. En dat de Volkskrant schreef dat Mark Rutte vadertje staat was geworden. Kijk, dat is iets te veel praise, zeg maar. Too much praise. Maar totalitaire regimes, hoe ver zijn we daar vandaan? Nou, daar zijn we natuurlijk nog een heel eind van verwijderd. Maar je moet niet vergeten dat het altijd begint met het moeilijk maken van tegenspraak. De dissident in Nederland heeft het moeilijk. Of het nou Fortuyn is of Van Gogh. Mag je alles van vinden, of van Fortuyn of Van Gogh. Je hoeft van mij of je ze niet aardig te vinden. Nou ja, is dat zo? Heeft hij het moeilijk? Ik heb juist het idee dat die geluiden, dat we die heel vaak horen. Kijk, de dorpsgek, die komt wel op tv. Maar dat is leuk en interessant. Tegelijk wordt de dorpsgek ook gecensureerd door Facebook en YouTube. Want daar begint censuur altijd mee. Met halve zolen belachelijk zeg maar in de hoek zetten. Maar kijk naar hoe er met Pieter Omtzigt is omgesprongen. Die natuurlijk wel populair is. En die natuurlijk wel aandacht krijgt. Maar zie ook hoe subtiel en hoe, ja,
onderhuids gemeen er met onzicht wordt omgegaan. En nou, mensen als Aart Brouwer, die schreef in de Groene Amsterdammer jarenlang, is toch een hele progressieve blad, stelde alvast: in Nederland spreken de media vaak de taal van de macht. En wie de buiten valt, die wordt heel hard aangepakt. Koen Teulings en Barbara Baarsma, die vonden iets van de economie en hoe je het met corona moest omgaan. Was ik het niet eens mee eens, maar dat is een ander verhaal. Die werden heel snel terzijde geschoven toen ze daarover begonnen. Die waren heel snel uit beeld. Dat zijn van die... Kijk, niemand wordt hier voor zijn mening gearresteerd natuurlijk. Maar het is niet altijd even makkelijk. Maar tegelijkertijd werd afgelopen jaar heel duidelijk dat de algoritmes van sociale media zo op die manier worden ingericht, dat bijvoorbeeld de virusontkenners, dat die onevenredig veel aandacht kregen. Op sommige plekken wel. Maar pas op, het is met die sociale media zijn twee dingen aan de hand. Aan de ene kant hebben die mensen er een groot belang bij dat er zoveel mogelijk spul opstaat en zoveel mogelijk geshared wordt. Dat is één. Maar en bijdragen van, wat ik noem even de dorpsgek, die blijven er gek genoeg. Die worden er soms afgehaald en soms weer terug opgezet en dan mag de dorpsgek weer terugkomen. Maar serieuze bijdragen, zoals van Brett en Eric Weinstein, die een hele tijd zijn twee PhD's die hele goede inhoudelijke discussies voeren, die vliegen er gewoon af. Ook Ira Helsloot en we hadden René de Bos, filosoof des Vaderlands, die vloog ook van LinkedIn af. Dus het is natuurlijk een soort kat-en-muisspelletje. Er is geen officieel verbod, maar het is allemaal onderdrukken. En vergeet niet dat ook Egbert Dommering, hoogleraar mediastudies, in 2006 al zei: Google heeft de macht om ons richting bepaalde informatie te duwen die hen uitkomt. En Google praat met alle regeringen. Dus dat is al niet zo fijn. Maar je gebruikt misschien heel bewust de term dorpsgek. Maar het lastige is het nou juist om de dorpsgek te onderscheiden van de andersdenkende. Ja, maar mijn oproep zou zijn: laat mensen dat zelf beslissen. Ik ben voor onderbouwing, uitzoeken, lees dingen, maak jezelf wijs. En dan mogen een aantal rare geluiden bij zitten die wij niet serieus hoeven te nemen, hoor, en jullie ook niet. Maar als je begint met weghalen, houdt het nooit op. En geef politici nou niet de mogelijkheid en de invloed om te zeggen: wij gaan bepalen van hier tot hier, dit mag jij vinden en daarbuiten niet. Want daar hebben we toch hele slechte ervaringen mee. Dat wordt dan weer een waarheidsclaim. En zo'n waarheidsclaim is ook gewoon een machtsmiddel. Nou, een van de bekendste zaken uit het boek van 1984 is natuurlijk het feit dat we overal bewaakt, gecontroleerd worden door de overheid. In hoeverre zijn we daar op dit moment vandaan? Nou, kijk, we worden nu eigenlijk meer gecontroleerd door particuliere bedrijven. Dus heel veel van die observatie en surveillance is min of meer uitbesteed. Kijk, de situatie in Nederland is nog iets gunstiger dan in de Verenigde Staten, waar de NSA en de overheid werkelijk bijna alles mogen. Zie wat Edward Snowden schrijft. Ik haal het uitgebreid aan in een boek. In Nederland is het zo dat er wordt af en toe wel gesnuffeld en geobserveerd. Hè. En technisch kan er natuurlijk heel veel. En les 1 van Edward Snowden is: als het technisch kan, gaat het op een gegeven moment ook gebeuren. Of we dat nou willen of niet. Al dan niet sneaky. Maar dat is in ieder geval iets waar je heel erg voor moet oppassen. En het tweede punt is dat de social media bedrijven weten alles van ons. Van ons drie. Mm-hmm. Waar wij heen gaan, wie wij zijn, wat onze voorkeuren zijn. Ook onze politieke voorkeuren. Het kost mij al niet eens moeite om op basis van iemands social media uitlatingen erachter te komen waar iemand ongeveer staat. En er is een goed gezegde: Facebook loves dictators love Facebook. Facebook werkt doodleuk in China, Rusland en andere landen samen met overheden om te zeggen: nou, deze mensen demonstreren, die mensen organiseren zich. En dat gebeurt zelfs in Engeland. Maak je zorgen? Nou, kijk, ik ben optimist. Hè? Dus ik vind dat als je zaken in de openbaarheid gooit, en de media zijn ervoor om zaken te belichten en in de openbaarheid te gooien, dan kan je een heleboel zaken gewoon prima handelen. Maar dan moeten mensen zich wel uitspreken. Dan moeten ze niet gaan zeggen: we hobbelen wel mee met wat we horen van hoge hand en we geloven het verder wel. Dus dat is eigenlijk mijn oproep. Wees daar gewoon lekker. Je burgerrechten zijn je burgerrechten. Die kunnen je niet worden afgenomen. En uiteindelijk, George Orwell, was hij nou pessimistisch, realistisch of ook optimistisch? Ja, dat is de grap. Want Orwell zei aan het eind, hij is vrij snel na het schrijven van 1984 overleden. Hij zei: nou, dit was in ieder geval een strenge waarschuwing, gaf hij af. En hij gaf mijn naam aan. Hij komt uit de linkerhoek. Hij was progressief, maar zeer kritisch op zijn eigen linkerhoek. Hij zei: veel te veel intellectuelen zijn gaan geloven in rare totalitaire ideologieën. Bijvoorbeeld theoretisch communisme, trotskisme. Nu heb je weer mensen die roepen om een klimaatnoodtoestand uit te roepen. Die dan zeg maar alle de corona-noodtoestand, maar dan
dan vanwege het klimaat. Ook geen echt slim ideeën. Dus goede bedoelingen, goede intenties, ook als ze progressief zijn, altijd even goed nadenken of je dat nou wel de consequenties doordenken. Ik ben zelf wel optimistisch hoor, want ik denk dat mondige mensen heel wat kunnen bereiken. Wat hoop je nou dat mensen bijblijft als ze straks Dingeland hebben gelezen? Ja, dat de meeste dwang die wordt uitgeoefend is nog steeds subtiele gedachten, dwang en social shaming. En daar hoef je helemaal niks van aan te trekken. Je mag gewoon vinden wat je wil en je uitspreken. En ook niet bang zijn dat je daardoor in een hoek wordt gezet. En als je geluk hebt, dan heb je ook een sociale omgeving die dat prima vindt. En als dat niet zo is, dan moet je misschien een beetje naar je sociale omgeving kijken. Orwell zou eens moeten weten dat we 72 jaar na zijn boek nog zo over dat 1984 spraken. Nou ja, ik ben vooral benieuwd hoe over 72 jaar over jouw boek wordt gesproken. Ik heb geen pretentie. Je mag altijd ergens op hopen, maar daar is het niet voor geschreven. Dankjewel. Politicoloog en historicus Koen de Jong van het boek Dwingeland.